Het moment dat je een stuk hier krijgt, ga je voor oriëntatie. Dan gaat de BO's voor oriëntatie. Het moment dat men heeft georiënteerd, komen ze weer. En dan wordt er een advies gemaakt. Het ferm standpunt van de districtscommissaris van Para, Marlene Joden, in de kwestie van de volgens haar valse beschuldigingen over grondafgiftes in inheems gebied. Op verzoek van de dorpen in Para is het traditioneel gezag gistermiddag naar de DC gestapt om dit knelpunt te bespreken. De DNA-leden uit het district Para, Patrick Kensenhuis en Jennifer Vreedzaam, hebben een brief gericht aan de procureur-generaal over de afgegeven gronden in de dorpen. Nadat de districtscommissaris de brief van de procureur-generaal heeft ontvangen, stelde zij een onderzoek in, waaruit bleek dat ze niet op de hoogte is van de desbetreffende stukken. Het betreft in dit geval de handtekening van de DC op stukken die afkomstig zijn van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht. Alhoewel er werd beweerd dat het in het inheems gebied is, bleek na onderzoek dat het gaat om gebied dat 10 kilometer verwijderd van Powaka ligt. Uit het dorpbestuur van Pikisaron heb ik een schrijver gehad. En als je een schrijver hebt gehad van een dorpbestuur, dan ga je wel tekenen om advies te geven. Toch? En daar heb ik mijn advies wel gegeven, omdat het om het dorpbestuur gaat. Maar wat daar zich afspeelt, er zijn twee, een gekozen bestuur en een bestuur dat, laten we zeggen, een bestaande bestuur en een gekozen bestuur. En het bestaande bestuur, voor die heb ik getekend. Toch? Dus daarover gaat het. SBB heeft ook negatief advies gegeven, omdat het om een dorpsgemeenschap bos gaat gaan. Mata en men zijn dorpsbewoners van Pikisaron zelf. Joden zegt dat bepaalde gronduitgiftes 13 jaar geleden reeds hebben plaatsgevonden. Ze vindt het onterecht dat er eerder niets hierover is gezegd. Bijvoorbeeld dat van Bishop, Benshop, ex-minister van Defensie, dat is 13 jaar geleden. Dat van ex-DC Miranda is niet in mijn tijd gebeurd. Dus vandaar dat ik ze ook vroeg, waarom is het nu dan degene dat men nu gaat opkomen voor die beschikkingen. Ik was nog niet eens DC. Het standpunt waarmee de DC op donderdag 4 mei naar de minister gaat, is dat indien er onrechtmatig gronden van de inheemsen zijn uitgegeven, deze per direct worden ingetrokken.